Hey mensen, welkom terug in Doorkikkers. Ik zie het nu pas, maar blijkbaar heeft mijn team de Roughnecks. Nou, dat even gezegd te hebben, gaan we verder met de campaign genaamd Drugbust. De vorige keer zijn wij gestopt bij de informative drug deal completed. En vandaag gaan wij dus de volgende twee doen. En ik ga dus in deze video ga ik dus Runaway Informant Union Station en deze, ik hoop dat mijn cursor wordt opgepikt. Want dan kunnen jullie tenminste zien wat ik aanwijs. Maar we gaan dus ook de volgende doen. En dan gaan we in de volgende video gaan we deze twee bovenste doen. En dan gaan we gewoon verder daarna. Het heet dus Runaway Informant Union Station. En we zijn dus waarschijnlijk op een station. Volgens mij, oh ja, ik weet het alweer helemaal. Ik heb deze de vorige keer ook geprobeerd, alleen lukte het me toen niet. En het is dus Escort VIP to the Safe Zone. En we weten dus niet hoeveel de mensen er zijn, maar ik weet toch van de vorige keer, het zijn er veel. En ik ga even kijken of ik hem, of ik bij mensen kan suppressen met de suppressed weapons. Customize. Ja, die is dus gespressed. Alleen, ja, dit is een beetje jammer. Ik kan dus deze wapens niet suppressen. Dat is een beetje jammer. Even kijken of ik dingen kan doen. Ja, maximum 7 meter kan deze maar schieten. Dus dat ga ik niet doen. Maar ja, even kijken. Reynard, Snowman, Spud. Ja, deze zijn allemaal goed als het goed is. Ja, deze hebben allemaal suppressed sidearm. Ik ga het gewoon weer proberen. En dus als eerste, help. Zeg niet zo, ik kom zo meteen naar je toe. Change between sidearm. En dan ga ik even, het is wat moeilijker te zien nu ik eens in een windowed mode speel. Trouwens, dat had ik nog niet verteld. Ik ga vanaf nu alle spellen tot ik mijn 1080p monitor heb, ga ik hem weer in windowed mode spelen. Zodat ik niet meer die lelijke zwarte balken heb aan de zijkanten van mijn video's. Dus totdat ik een 1080p monitor heb, speel ik het dus in windowed mode. En daardoor kan het dus soms zijn dat er vreemde dingen gaan gebeuren. Doordat ik het gewoon niet gewend ben om in windowed mode te spelen. Hier kan ik hem niet meer heen gooien. Ik gooi hem lekker hier. Oh ja, ik weet het alweer. Gaan mensen hier vandaan komen? Oké, shit, ze wisten dus nu al dat ik er was, maar ik ga gewoon verder om deze missie tot een goed einde te voltooien, nou ja, in elk geval te proberen te voltooien. Help! Who's there? Injured. Ja, jij mag op hem gaan schieten. Ze weten al dat we er zijn. Oh shit. Ik dacht dat hij er nog niet heen ging. Maar dit is de VIP. En die is hier dus nog niet aan het schieten. Want hij heeft mij nog niet horen schieten omdat ik suppressed ben. Hij heeft alleen nog maar gehoord van, hey, ze zijn er. Maar nog niet qua zekerheid dat we er zijn. Dus hij gaat nu gelukkig niet de VIP doodschieten. Help. Jij mag ook hierheen. Oh, nu gaat hij denk ik Roger. Looks clear. Okay. Oh shit. Help. X-ray down. Okay.
Alsjeblieft, schiet ze neer. Affirmative. Ja, hij gaat nu de VIP doodschieten. Help. Mission failed. Ik weet nog steeds niet hoe ik dit ga doen. Ja, ik ga even een tactiek proberen uit te zoeken. Dan ik weet uit hoe vaak ik moet gaan restarten. Ik ga niet alles voor jullie opnemen. En nou, ik ga het wel opnemen. Ik ga het alleen in de post-edit ga ik het er een beetje uitknippen van wat interessant is voor jullie. Ben ik zo meteen weer bij jullie terug als ik wat heb bedacht. Nou mensen, het spijt me heel erg. Ik ben nu ongeveer een kwartier bezig geweest met tactieken verzinnen, uitproberen voor deze missie. Er zat waarschijnlijk helemaal niks interessants bij. Dat ga ik zien wanneer ik het ga editen. Maar ja, ik ben er dus achter gekomen. Ik wou hem restarten weer. Ik drukte per ongeluk een back. En toen kwam ik erachter dat ik, ondanks dat ik hem niet heb gecomplete, wel door kan gaan naar de gewoon in de normale verhaallijn. Ik kan dus nu niet de missie doen die echt hieruit komt. Dus met waarschijnlijk zoiets van, ja, je krijgt de VIP en die weet iets, dus kun je hierheen. Maar ik ga dus nu gewoon de informant tip drug lab doen. Retrieve evidence before it gets destroyed. Eliminate all threats. Secure all suspects. Oké. Ik denk. Oké. Nou, ik heb hier even maar zoveel. Oké, trouwens in de laatste zin. Ik dacht. Oh, nou, lijkt me kan ik iedereen gebruiken. Oh, wacht, deze zijn dood. Maar, is mooi. Want ik kan toch elke plek bezetten. En ik ga nu even degene met het shield als eerste laten doen. Ik ga even kijken wie is allemaal een beetje injured. Travis Gaspo, die staat helemaal achteraan. Dus dat is helemaal goed. Spatie. Oh. Oké, dan moet ik waarschijnlijk. Ik start hem even. Ik moet dan. Moet hebben die de. Deur kan lockpick. Zo. Dan gaat die hem openen. En dan kunnen we er zo tijdens in. Hopelijk. Vast wel. Misschien dat ik hier twee shields voor moet te gebruiken. Maar ik ga nu het schild, ja, hoe zal ik dit gaan gebruiken? Ik kan het twee kanten op zoals ik nu zie. Zelfs praktisch drie. Ik denk dat ik het schild hierheen zal sturen om iedereen die hier binnen is te afleiden. Maar het gebeurt niet, want dan gaan ze de evidence destroyen. Dus ik ga het schild omhoog sturen. Oh, hier zijn veel mensen. Oh god. Alpha, go. Bravo, go. ja, dit is dus al gedestroyed. Er is al heel veel gedestroyed. Alleen nog maar dat en dat. En hier zijn ze nog niet aan begonnen. Dus dit is even mijn prioriteit. Dan mag jij dat gaan doen. Blow up. Blow up. Het heeft niks gedaan. Dan mag je het gaan oppakken. Jij mag dat gaan oppakken. Got it. Zo. Intel acquired. En je mag dat gaan oppakken. En ik denk dat we dan klaar zijn. Evidence secured. Intel secured. Of niet? Even op stop zetten om de tijd goed te houden. I'm on it. Nou ja. No blijkbaar. Zijn er nog mensen over die ik nog moet doden? X-ray down.
Ja, hij is helemaal klaar. Nou, dat ik de vorige dus praktisch niet heb gedaan, ga ik nu alsnog deze doen. En dan ga ik even in mijn eigen tijd deze proberen te doen. Dit is gewoon een heel moeilijke. Ik ga ook even op het internet voor tips kijken. En dan heb ik voor de volgende video deze of deze missies. En dan ga ik nu Neil die accountant. En het is op de 36 Virginia Avenue. Arrest the suspect. Optional eliminate all terrorists. Arrest warrant. Oké, dus ik moet dus twee mensen arresteren. Hier kan ik jammer genoeg omdat niet iedereen meer leeft. Kan ik niet iedereen gebruiken. Ik probeer even de geïnjureerde mensen te verdelen. Ja. Nou, omdat hier al vrij veel mensen naar binnen gaan. Oh nee, hier kunnen er niet meer mensen bij. Maar eigenlijk moet hier het schild. Ik ga dan even iemand anders. Brandon Benjamin. Hij gaat een schild worden. Zodat hij ik loop gewoon helemaal vast met wat ik wil vertellen. Zodat hij zeg maar een beetje veiliger hier kan zijn. Dit is wel een mooi gebied. Ik heb dus nu twee schilden. Zo, jullie mogen dat gaan doen. En dan... Hij heeft lekker een shotgun, maar jij mag ook dat gaan doen. En dan ga ik het een beetje plannen. Oh, shit. Dat was niet helemaal zoals ik het had gepland. Dat het zou gaan. Heb ik een sniper? Oh nee, dat zijn de mensen die ik moet arresteren. Oké, daar zijn mensen. May contain evidence. Nou, dan ga jij er toch heen. Zo, en dan mag jij hierheen. Om te kijken of daar iemand uit gaat komen. Jij gaat hem doen, jij gaat daarheen. Dan mag iemand zo gaan lopen. Nou, eyes on target. Mooi, hij loopt gewoon in mijn handen. Arresteer hem maar en arresteer hem. Oh, nou, ik wou de evidence nog secure. Maar het heeft dus niet gehoeven. Ik heb 3 sterren hiervoor gekregen. Want qua tijd heb ik maar 1 minuut hieraan verspeeld, als ik het zo mag noemen. En er is niemand dood gegaan. Oké, zij zijn zelfs gepromoot. Ja. Ik stop deze video nu hier. Ik ga dus even zelf kijken. Hoe deze missie, hoe ik dat ga doen. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken. En zie ik jullie allemaal weer in de volgende video.